Dus je was op zoek naar de mancave? Niks vertellen! Hij gaat het vertellen. Natuurlijk gaat hij het vertellen. Waar is de mancave? Die is in Swellview Park. Yes! Goed zo, Jasper! Goed gedaan, Jasper. Soms kort ik zijn naam af. Tot Jasper. Waar ben ik? Waar heet Swellview Park? Bij de speeltuin. Onder de Twirly Whirly. Twirly Whirly? Oké, jij gaat met me mee. Maar waarom? Jij brengt me naar die Twirly Whirly. Dus, als ik superkrachten wil krijgen, dan moet ik me laten bijten door twee giftige beesten van een ander continent. Wat? Nee. Weet je, als je het gif van die twee combineert en vervolgens verhit, dan verandert het in een damp. En die moet je inademen. Dus ik moet giftige damp inademen? Ja, dan versnellen je reflexen en het verbetert de hand, oog en je voet-oogcoördinatie. Dus wat je zegt is dat Henry zich sneller zou kunnen bewegen? Ja, als je het wat dommig wil omschrijven. Jongens, dit is wel heel erg vreemd en best wel gevaarlijk. Ja, dat klopt allebei. Wacht, ik mag jou niet. Hij is super vriendelijk. En ik denk ook niet dat die mancave in de buurt is. Jij staat te liegen tegen mij. Nee, ik zou nooit liegen. Ik hou van de waarheid. Ik beschouw de waarheid als mijn vriendinnetje en ik zou haar nooit bedriegen. Gaan we grappig doen? Nee, helemaal niet. Niemand lacht als ik een grapje vertel. Behalve mijn oma, maar die is hartstikke dement. Nadat ik jouw brein heb bewerkt met mijn vuist, weet jij ook niet meer wie jij bent. Kiekeboe. Kid Danger, je hebt Drax knock-out geslagen. Nu krabbelt hij weer overeind. Ja, misschien moet je wegrennen. Doe ik! Dus. Waar is je grote broer, die Captain Man? Waarschijnlijk met je oudste zusje. Kijk, daar heb je Kid Danger en die enge kerel weer. Snel, wie belt de politie? Ik veeg het gras met je aan, jongen. Wie veegt er nou het gras? Stommerd. Nu is genoeg! Niet eens in de buurt. Kentetjes. Ja, daar is de politie! Dat is Drax! Kid, ik ga jou 10.000 keer schoppen en slaan. Cool, ik zal wel even met tellen. Klaar voor de start en go. Die was mis, En deze niet. En die ook niet. Jeetje, mijn leertje, een conflict. Ik ben klaar, hoor. Hoe kom jij opeens zo snel? Dat is voor mij een weet en voor jou onbelangrijk. We gingen toch met de mancopter. Daarom, voordat je mijn supercoole mancopter mag vliegen, die trouwens echt bestaat, moet je eerst oefenen in deze gehuurde helikopter. Oké, wat jij wil. Start hem nou maar. Ik wil gewoon vliegen. Nee, zo simpel is het niet. Oh, echt niet? Nee, echt niet.
Ik bedoel, het starten van een helikopter gaat bijvoorbeeld heel anders dan bij een auto. Hmm. Je ziet het hier al. Tientallen knoppen, hendels, lampjes over het hele dashboard. En dat vergt tijd en ervaring. Ik mag toch vliegen? Ja, maar ik moet het je eerst leren. Doe dat dan terwijl ik vlieg. Oké, denk je dat je er echt klaar voor bent? Oh, ik ben klaar. Oké, kom maar zitten dan. Het valt nog wel mee. Ja, doe maar voorzichtig. Ja, geen probleem. Hé, dat is mijn flesje. Nou, en ik drink het op. Ik zou het niet doen. Jij bepaalt niet wat ik wel of niet mag drinken, hè? Verdorie! Nee. Ja, wat is er? Wedden dat die cheerleaders graag een keer een selfie willen met Captain Man en Kid Danger? Ja, dat denk ik ook. Staat je goed, Captain Man? Ik voel me goed, Kid Danger. Oké, ik zal ons even neerzetten bij de cheerleaders. Nee, laat mij maar even. Nou, dat lukt me wel. Heb je ooit een helikopter laten landen? Dat niet, maar... Oké, dus je hebt nog nooit een helikopter laten landen, maar je weet precies hoe je een helikopter moet laten landen. Volgens mij is dit allemaal niet zo moeilijk. Het is heel moeilijk om dit ding te laten landen en daarom ga ik het zelf doen. Nee, jij wil alleen maar een beetje stoer doen bij die cheerleaders. Hé, weet je, dat is waar, daarom wisselen we nu van plek. Wat? Nee! Nee! Goedendag, hier spreekt uw captain die zijn stoel terug wil! Nee, ik land dit ding zelf! Henry, ik ben het serieus! Nee, laat me erbij! Okay, je gaat het ding nou weg! 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 Okay, weg! Laat me gewoon bij! Ik land dit ding! En ik krijg dit stoel! Hé! Hey, dit is de helikopter die Ray gehuurd had! Oh ja! Laten we zwaaien! Oeh! Hoi! Hey guys! Hey, hier zijn Kijk, we! Kijk, we zijn hier! Oké, het komt wel goed. Het is oké, het is oké. Hij is toch onverwoestbaar, dus het is geen probleem. Tot hij eruit gevallen is. Gooien Ray en Henry nou iets uit de helikopter? Ja, het lijkt wel een Captain Man actiefiguurtje. Oh ja, dat is waar. Wacht, hoor jij ook iets? Ja, het klinkt als... Dat is geen actiefiguurtje! Oh mijn god, dat is Ray! Wacht! Wat? Hij gaat zo landen in een cijferspeerberg. Oh ja, dat is waar. Dit is perfect. Ja, echt. Zo'n verduidelijk toeval. Oh, daar komt hij. Kom op, kom op, Ray. Dat kan lukken. Ik ben er. Daar ga je maar weer. Minyak. Dokter Minyak. Jij bent geen dokter. Jij bent gewoon gemeen. Die twee dingen hoeven elkaar helemaal niet uit te sluiten, weet je dat? Wat bedoel je mee? Ik bedoel dat iemand tegelijkertijd zowel dokter als gemeen kan zijn. Nou ja, als jij een dokter wil zijn, dan... Hey, wat doe je nou, man? Ik denk dat dokter Minyak bij mij thuis is. Oké. Is je moeder thuis? Nee, hoezo? Ik weet niet. Ik moet gewoon vaker naar denken. Wat, Ray? Hallo? Waar zijn jullie heen? Ik eis jullie aandacht. Oké, Minyak. Waar ben jij? Wie?
Ik, hè? Oh, ik ben heel toevallig in het huis van de voorzitter van jullie manfans. Oké, operatie smack die maniac. Daar gaat hij. Nee! Als jullie twee superkneuzen niet gewoon blijven waar jullie zijn, gaat het kind vliegen. Help! Hij heeft een nieuwe Hebreeuwmeter! Heliometer! Wat doe je met dit kind gaat vliegen? Ja, zo laat je haar vliegen. Nou kijk, als ik deze gebruik om helium in de ballonnen te blazen, dan zullen ze geometrisch toenemen in hun heliositeit. En dan zal jullie voorzitter recht omhoog schieten door het plafond. En dan zal ze niet stoppen voor ze geland is op de maan. De maan? De komende 3 uren zullen mijn vogels zich verspreiden door heel Swellview. Ze gaan inbreken, stelen, overvallen. Kortom, alle gemene dingetjes. En jullie twee doen niks om mij tegen te houden, omdat ik jullie in de gaten hou, Kid Danger en Captain Man. En als jullie uit beeld verdwijnen... Gaat het meisje vliegen. Ga je gang en ga voor Mignac. Komt goed, doei. Ja, hallo. Hoi, ik heb AA-batterijen in aanbieding. Je verkoopt wat? Oké, nu, let niet op het scherm, schiet op! Oké, wat is nou je plan? Ja, wat wil je doen? Ik laat hem geloven dat jullie nog steeds in de mancave zijn. Nou, ga naast elkaar staan en draai je om. Oké, ja, oké. Nee. Hou je mond dicht. Waarom zeg je dat niet recht in mijn gezicht? Dat heb ik net gedaan. Draai maar eens om. Omdraaien? Daar zie ik het net niet helemaal van in. Draai eens om met je hoofd omhoog. Met mijn hoofd omhoog? Surprise! Die wapens. Want anders knal ik jullie voorzitter dwars door een dak en ver boven de regenboog waar de mereltjes doodgaan. Oké. Is goed. Okay. We laten ze vallen. Haha, ik heb weer gewonnen. Yes! Blijf staan, jullie. Dit ding moet eerst aan. Goed idee. Hallo. Jij hebt de worsteling verloren. Hey, jij. Zet die voorzitter terug in de stoel. Zo doen we dat. Geef mijn wapen terug. Daar heb ik geen zin in. Ik geef je wel mijn hand. Hand? Wat moet ik daar nou mee? Ja! Het is gelukt. Het spijt me, Captain Man en Kid Danger, maar ik vrees dat jullie nu mijn poppen zijn. En ik ben de poppenspeler. Want kijk jongens, het huidige wereldrecord voor het grootste publiek dat kijkt naar één livestream is 9,8 miljoen. En ik ga dat keihard verbreken met een livestream van jullie twee waarop jullie allerlei maffe en gênante opdrachten voor mij uitvoeren. Goed plan! Was dat alles? Ik ben zo blij dat ik je die vraag laat stellen. Om er zeker van te zijn dat we zoveel mogelijk kijkers bij elkaar krijgen, heb ik iedereen een verrassing beloofd. Wat is de verrassing dan? Klein momentje alsjeblieft. Je weet toch al lang wat het is?
Maar ik zal het nog een keer zeggen. Als we het redden tot 10 miljoen kijkers, dan halen jullie twee dat masker van je gezicht. En dan kennen we eindelijk jullie ware identiteit. Eten we dan straks spek en bonen? Ja en ja! En nu even wat pret voordat we live gaan. Houden jullie van musical liedjes? Goed, van het begin. Drie kleine meisjes op het plein. Zingen, spelen en trappen gein. Dansje bij maakt het extra fijn. Drie meisjes op het plein. Lachen doen we de hele dag. Ook als het eigenlijk niet mag. Juf en meesters totaal van slag. Kleine meisjes zonder zorgen, leven vandaag, denken niet aan morgen. Kunnen je altijd een lach bezorgen. Drie meisjes op, drie meisjes op het plein. Spek en bonen, spek en bonen, spek en bonen. Later. Dan, jongens en meisjes, veel plezier met dit voorgerechtje. Maar vergeet niet, als we het vandaag halen, die 10 miljoen kijkers, dan zetten Captain Man en Kid Danger hun masker af en onthullen ze hun ware identiteit. Wat moeten we nu doen? We moeten voorkomen dat Henry en Ray hun maskers afzetten. Ik heb het! Pak die crème en kom mijn hoofd wrijven. Wat? Waarom? Het helpt me concentreren. Schiet op! Oké. Nee, rondjes wrijven! Oké! Met de klok mee! Ik meen het, mensen. Het enige wat je op dit moment live wil zien is deze gast hier naast me. Want als je niet naar ons kijkt, dan mis je ook de busstroom. Oh mijn god, we zitten bijna op 10 miljoen! Frankini heeft nu 9,99 miljoen kijkers. Nee! Luister! Hey! Kijk niet meer naar Frankini! Zie je hier die dikke kloppende enorme buist? Zorg voor kijkers. 9 miljoen! 999.999 en... 10.000! Miljoen! 10.000 miljoen! 10 miljoen! Oké. Okay. Oh mijn god, het is gelukt. Ik ben de meest populaire vlogger op het hele wereldwijde web. Weet je, al die kijkers en ik hebben echt een klik. We hebben echt heel erg veel kliks. Dankjewel. Ja. En nu, zoals beloofd, is het tijd dat Captain Man en Kid Danger hun maskers afzetten. Ze zetten zo meteen hun maskers af! Ik ben bijna klaar! Waarvoor? Om de stroom uit te zetten in heel Swellview! Wat? Waarom? Omdat, als er geen stroom is, dan stopt de Domitron met werken. Maar... Oeh, dat is slim. Ah. Nee! Oh, nee! Oh, nee! Ah, wat? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. De stroom is uitgevallen. Wat? Wat heb jij gedaan? Ik deed helemaal niks. Nee, niet slaan. Oh, jij. Kom maar. Kom maar. Is alles oké? Ja. Ja, ik denk Laat wel. Zien wat je net precies deed. Alleen heb ik een wormensmaak in mijn mond. Oh, nee, ja, ik ook. Waar is die stekker? Dat weet ik niet. Hé, dat zei ik gewoon uit mezelf. We zijn verbaasd over ons eigen lichaam.
We moeten snel deze broek uittrekken voordat de stroom weer aangaat. Goed plan. We kauwen kauwgom en doen onze eigen broek weer aan. Dat rijmt niet. Blaas nog maar een bel, dan rijmen we later wel. Oh mijn god, er gebeurt daar iets. Waar zijn mijn Frankini broekjes gebleven? Ik zou me vooral druk maken over mijn eigen Frankini broekje. Noël, dit is Henry. Jij gaat logeren bij hem thuis. Hoi. Hey, wat leuk om je te ontmoeten. Logeer bij mij thuis. Wat doe je? Ik bedoel dat ze daar ook voor kan kiezen. Nou, ze kan toch gewoon... Ik heb namelijk geen kat of pinda's. Maar ik ook niet. Mevrouw Schepen, ik wil ook best voor... Hey, wie heeft het nummer verkeerd geraden? Ik, dat was ik. Dat betekent dat ze bij mij moet logeren, toch Noël? Dacht het wel. Oh man, dit is echt zielig. Oh, Charlotte. Alsjeblieft, ga naar je les. Maar ik... Oké, jullie zijn allemaal knettergek. Ik ben het serieus. Jullie zijn... knettergek. Komende zaterdag willen mijn broer Henry en deze gast Jasper graag allebei met jou op een date. Oh, dat meen je? Ja, dat is echt... kies nou maar. Ik bedoel, dat is een beetje ongemakkelijk, maar ik kies Jasper. Yeah, baby. Achoo, 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 achoo voor jou. Oh, wacht. Dit is een klassieke verwarring, hè. Noël, volgens mij vergis je je. Ik ben Henry. Dat is Jasper. Ik ben deze. Dat weet ik. En je bent heel erg leuk, maar... Jasper, ik wil heel graag met jou uitkomende zaterdag. Wacht. Wat? Yes! Hey, Kiel! Jij en ik zaterdagavond en koop een nieuw shirt. Kikkie! Ik wil helemaal niet... Maar heel even, waarom Jasper? Ik weet niet. Het is misschien... gewoon zijn glimlach. En waar is Jasper met te gaan eten? Oh, weet ik veel. Ze gingen naar een nieuw restaurant, genaamd De Kelder. De Kelder? En dat is? Noël kwam ermee. De zeevruchten zouden daar heel lekker zijn. Oh, wauw. Lekkere zeevruchten. Ik hoop maar dat Jasper niet stikt in een garnaal. Uh-oh. Wat is er? Een noodgeval. Het lijkt op... Ja, kijk, het is een video van de politie. Captain Man, hier Danger. Luister. We hebben een jongen gevonden. Hij lag hier in deze steeg en zijn tanden zijn allemaal weg. Jongen, wat is er met je gebeurd? Ze hebben mijn tanden! Ze hebben mijn tanden getrokken en ik ben er heel erg boos over! Oké, ik begrijp niet wat die piepo's wil vertellen. Hij heeft geen tanden en het is moeilijk om te praten zonder tanden. Ja, je hebt waarschijnlijk gelijk. Hier, huis vast. Heren, een klein ogenblikje. Heren, wil ik graag gebruik maken van je kunstgebied. Oké. Bedankt. Geen dank. Oké, jongen. Open je mond en dan probeer ik deze sprint te touwen. Nee, niet tegen strippelen. Kom op. Kijk eens aan. Ja. Huh? Oké. Goed. Zeg nog eens je naam. Ik ben Sebastiaan. Dus, wat is er? Ja, wat is er gebeurd? Nou, ik had een meisje ontmoet en ze vroeg me mee uit eten. Maar toen nam ze me mee naar een tent genaamd... De Kelder, ja. De Kelder? Wacht. Wacht, dat is waar Noël met... Je weet wel wie ging eten. Ja, Noël, dat was dus haar naam. Maar dat meen je niet. Noël, waarom doe je ons dit aan? Omdat ik geld nodig heb. En dat ik helemaal niks om jou geef. Ik waardeer je eerlijkheid. En nu ga ik al jullie tanden eruit trekken. Ja. Doe je hem ook maar netjes open. Auw. Dat is harder dan ik dacht. Kom hier, ik help je wel even. Het zijn Captain Man en Kid Danger. Ik vind je daden mogelijk. Maar... fysiek.
maak je me wel blij. Nou. Oh, man. Kind, jij laat je toch niet voor de gek houden met een kus? Wat? Nee, gadver, ik wil helemaal niet kussen. Daar is ze. Charlotte, zoals kom binnen. Oké, goed. Jij bent Piper. En jij bent Carl. Best, maar ik ga niet op het podium staan om te dansen. Oh, dat hoeft ook niet. We zoeken uit wie de boel saboteert voordat jullie twee echt aan de beurt zijn. Ja, dus blijf gewoon hier en hou je ogen open. Hij lijkt niet echt op Carl. Oké dan, laat maar zien wat je kunt. Hey! Hallo. Je baard lijkt nep. Jij laat de andere deelnemers je fret aaien, zodat ze flauw vallen, waardoor jij de eerste prijs wint. Ah, dat heb je zelf ontdekt, vermoed ik. Zeker weten. Nou, hij was eerst. Wie? Ik zie niemand. Ah. Ja, heel goed. Absorbeer mijn frettenolie. Geniet van je slaap. De show! Dank je. Hey, Steven. Jij bent nog niet aan de beurt. Hou jij je stomme mond dicht, Danny Chest. Oh. Wauw. Knul, wacht daar even netjes op je beurt, ja? Nee. Ik ben hier om mijn vriendin terug te winnen. Want Kid Danger heeft haar van me afgepakt. Ik heb je vriendin niet afgepakt. Oh, jawel hoor. Hey, kom nou, Steven. Hij staat, Danny Chest. Hey. Mijn vriendin was echt gek op me. Totdat jij Captain Man's hulpje werd. Toen had ze het alleen nog maar over de coole en knappe Kid Danger. Hoe ziet ze eruit? Ze is knap. En de moeder? Jij hebt mijn vriendin afgeleid. Dus nu heb ik hier iets voor je. Ja! Is er misschien een dokter in de zaal? Oké, misschien kan ik Kid Danger geen pijn doen. Of Captain Man. Maar ik kan Danny Chest wel raken. Jij laat Danny Chest met rust. Beveiliging! Beveiliging! Moeten wij helpen? Ja, wij zijn superhelden. Nee, nee! Ik deed het voor mijn vriendin! Ik wil gewoon mijn vriendin terug! Wauw! Jullie hebben het allemaal gezien, live, hier bij 12 Views Got Talent. Piper Hart heeft mijn leven gered! Oh, jongens. Wie zijn jullie? Als Captain Man en Kid Danger vastzitten in die gaten, dan heb ik de leiding. Nee, ik! Nee, jij bent aangewezen chauffeur.
Oké, wie jullie ook zijn, maak dat je wegkomt, want anders stop ik jullie ook in een gat. Net als Captain Man en Kid Danger. Oké, hij heeft ons hier niet ingestopt. We zijn door de rotte houten vloer gezakt. Wij zijn slachtoffers van houtrot. Leugenaars, jullie zijn Captain Leugenaar en Nep Danger. Oké, Jeff, doe je rug maar op je handen. Andersom. Doe je handen maar achter op je rug. Nee. Nou, als je dat niet doet, dan zet ik je met dit pistool. Jongen, dat ding is gevaarlijk. Bel de politie nou maar. Ja, jongen. Hey, jongen, ik ga zitten op Captain Man met mijn kont. Let maar op, ik zak een beetje door. Jeff, langzaam naar beneden. Schiet hem neer. Schiet hem neer. Door. Dan zijn er al drie verslagen. Oké, nu is het genoeg. Hey, stay neer! Leider, wees voorzichtig met die wapens. En denk erom, Jeff is niet de slimste. Ik kan jullie horen. Oké, Jeff, waar zit je? Waar is hij heen? Nee, en waar is jouw blaster? Verroer je niet. Ja, sorry meiden. Maar ik ga jullie lekker laten slapen. Nee, Jeff! Doe het niet, Jeff. Nou, verdorie, de batterij is leeg. Snel, Piper, neem een paar van de antieke videorechthoeken. Oké. Ja, heel goed. Video van Power. Ik denk dat hij de boodschap al heeft begrepen. Zo is het al genoeg. Nog een paar. Hier is Flashdance. En Gandhi. Sorry, Gandhi. Soms is geweld wel de oplossing. Wie heb ik geraakt? Je raakte jezelf. Typisch Jasper. Oké, ik ga de brandweer bellen om jullie te bevrijden uit die rotte vloer. Goed zo. Dan zeg maar dat ze opschieten voordat ik in mijn Captain Broek heb geplast. Nee, eerst moet je een pizza voor me bestellen, voordat ik sterf van de honger. Wil je nou echt dat ik... Wacht, als je honger hebt, ik heb nog eten in mijn broek. Hier. Wat is... Mijn hamburger. Pepper, ik ga toch geen hamburger eten die eerst een...